In 86 kwam hij bij mij, tijdens Chambre d'Ami. En hij kwam bij mij met zo'n stapel tekeningen. Ik kon het niet geloven. Zo'n stapel tekeningen. En de ene tekening naar de andere was formidabel. En ik zei, dat is godverdomme zo goed als een polke. En zo goed als een boys. Ik verschoot me dood eigenlijk. En er zijn veel kunstenaars die de vraag al gesteld hebben, wat is het beeldregime van de 21ste eeuw, virtuele realiteit, maar er is misschien tot nog toe geen enkele schilder geweest die zich die vraag heeft gesteld met een medium dat eigenlijk in theorie er niet toe geschikt is om dat af te beelden. Zijn schilderijen zijn slimme kanttekeningen bij de tijd waarin hij leeft, scherp gesteld op de marge van de macht. Zijn wapens zijn niet in de eerste plaats verf en penseel, maar afstand, timing en precisie. Luc is considered the painter that's reinventing painting and creating a new aesthetic within painting, but deeply, profoundly underneath all that, Luc Thomas is a political artist. What I love about Luc's work is that it addresses incredibly important issues, but it doesn't force a particular or a narrow viewpoint onto the spectator. The spectator is invited to consider these paintings, which are absolutely gorgeous, as well as communicate a history, an event, an incident that causes you to think very deeply. But he does not and never will tell you how to think about those things. And that's very much about freedom. Ik denk dat Luc eigenlijk meer geïnteresseerd is in het voortdurende beeld, of het nu in schilderkunst, in fotografie of zelfs in beeldhouwkunst of in een totaal ander medium is. Hij is geïnteresseerd in het soort beeld dat zich langzaamaan vastzet, met vertraging vastzet in ons geheugen en dat daar niet meer uit weg te bannen is. Een soort van verder levend, overgedragen cultureel beeld. Ik denk dat zijn werk extreem specifiek is. And there is hardly nothing casual about it. And I think that's probably the most important thing. It's like in a way that there is no escape from it. Like if you stand in front of it, it's like either you get it or you don't get it. But if you get it, you will get it for sure.